Het IDFA is weer begonnen en duurt dit jaar tot 30 november. En een van de mensen die een documentaire laat zien op het IDFA is Rishi Chamman met zijn documentaire Bollywood Blues. En hij was vandaag bij Amsterdam FM in de OBA bij CS om te vertellen over zijn documentaire. Dus daar gaan we nu meer over horen. Bollywood Blues gaat eigenlijk over een cultureel conflict tussen een Hindoestaanse vader en dochter. Die vader die wil eigenlijk dat zij leeft volgens de ongeschreven Hindoestaanse regels. Dus dat ze getrouwd het huis uitgaat, niet uitgaat, geen vriendjes heeft. Eigenlijk een traditioneel pad bewandelt, zeg maar, zoals zijn oudere dochters dat hebben gedaan. Maar Monique, zijn dochter, die denkt daar heel anders over. Die wil graag de wereld verkennen, die wil fouten maken, die wil op zichzelf wonen, die wil daten. En die film begint eigenlijk op het moment dat het steeds meer begint te schuren tussen hen. Zij houdt van Bollywood, zij wil het ook in Bollywood maken. En Bollywood fragmenten verweef ik dan in de film die aan de ene kant eigenlijk de gevoelens van die vader visualiseren en aan de andere kant de escapistische wereld waar zij zich toe aangetrokken voelt. Een beetje de glamour en het verliezen in hun fantasie en het verlangen. Om te doen wat je hartje ingeeft. Dus daar gaat het eigenlijk over. Ik wil niet het bekende verhaal vertellen van een meisje van buitenlandse afkomst dat onderdrukt wordt, weet je. Dat verhaal kent iedereen wel. Ik vond het wel belangrijk dat het een stap verder ging en dat die ouders ook wel begrijpelijk werden neergezet. En dat je ongeveer een idee hebt waar het vandaan komt, wat hun referentiekader is. Je gaat op 26 november. 26 november om 20:30. En wanneer wordt hij nog meer gedraaid? Hij wordt gedraaid op donderdag 27 november, 13:15, in Munt 10. En zaterdag 29 november, 10:15, op de Shinty 6. Oké, dus we moeten allemaal gaan kijken. Yes.